Yo, wat up kijkers van Gewoon Mooi en welkom bij een gloednieuwe Planet Zoo. Wat leuk dat jullie er weer zijn. De vorige keer zijn wij, geloof ik, geëindigd met het feit dat wij hier een pad aan het maken waren door onze Jungle Safari Cruise. En we eigenlijk meer mensen dan dieren erin hadden. En het probleem wat wij een beetje hadden is dat iedereen een beetje heel erg gestrest wordt. En dat we nog niet precies weten hoe we dat moeten oplossen. Want zoals we hier zien bij de alerts zijn ze allemaal niet goede welfare, omdat ze allemaal... Oh, nu zijn het in één keer crowding errors. Hold up, we hebben toch, dit hok is toch groot genoeg? How do you mean? We hebben toch... Hoezo is dit maar... Dit is toch veel groter. Hier, het is 8000. Hoezo zit deze gozer er dan van... het is geen 8000. Het is klein. Oké. Ja, stress is wel echt een issue. Fok ze maar gewoon. Nee, maar dan gaan ze natuurlijk... Ja, ze staan alweer te protesteren hier. Kutzooi. Maar waarom? No. We moeten deze ingang sluiten, denk ik. Dit gaat niet goed zo. Al die beesten zitten helemaal gestrest. Komt het door het pad of zo wat hier ligt? Dat ze dat niet leuk vinden. Dat ze dan denken, het wordt in de helft gechopt. Sowieso denk ik dat we dit pad aan moeten passen. Want ze vinden het niet heel leuk dat ze zo dichtbij komen. Dus een beetje zo, zeg maar. En dan hoop ik dat de stress al een stukje kan verlichten. Is it acceptable now? Do you think it's bigger now? Nog steeds niet. Oké, what the fuck? We hebben echt een probleem met dit ene hok. En mensen hebben een prullenbak omgetiefd. Ja, deze dieren stressen hem nu helemaal de tyfus in natuurlijk. Niet eens. Waarom is het voor hun wel goed dan? Wat? Is het nu wel goed dan? Oh! Huh? Waar de fuck zijn ze nou heen dan? Nu zijn ze opnieuw erin geplaatst. Huh? Ik kan niet begrijpen. Waar zijn ze nu heen dan? Camera. Gewoon opnieuw geplaatst ofzo. Ja man! Dus now all the animals are oké? Waarom jij niet oké? Oh, wow. Because of stress. Oké, duidelijk. Is dat iets of zo? Is dat dan wat ze zich chill bij voelen of zo? Oh, deze dieren gaan dadelijk Hoezo zijn hun dan niet gestrest? Oh, die worden ook gestrest nu. Oké. Ben jij nu minder gestrest dan? Oké, jullie worden alsnog gestrest. Weet je, stik er ook maar gewoon in weer. Hebben we nu de one-way glass? Nee. Misschien trouwens. Barriers, we hebben hem wel iets verder nu. Hebben we hem nu? Kijk. One-way glass. Kijk. Dat is wat wij zoeken. Moet ik dan dit hele ding upgraden? Nou, dan doen we dat even zo. Dat upgraden wij naar Oenewee-glassen. Nice. Kunnen we dat omdraaien? Ja, kijk. Nou, dat is al stap 1. Dan moeten we dat alleen aan de binnenkant moeten we dat ook even bouwen. Hiermee gaan we alleen wel het verblijf in tweeën delen volgens mij. Maar dat maakt niet uit. Dan vinden we zo meteen wel weer iets. Wat is dit nou weer voor grap? Ik zit vast onder de water. Damn it! Dan maken we die barriers hier iets hoger. Dus voornamelijk deze maken we dan hoger. Kijk, dit is enigszins best perfect volgens mij. Want volgens mij ben jij nu nog gestrest. Zeg alsjeblieft van... ik heb hier toch allemaal ramen staan. Zijn ze nog niet hoog genoeg? Oké, dan maken we ze nog hoger. Ben je nu nog gestrest? Als je nu nog stress bent, weet ik het oprecht al niet meer hoor. Wat de fuck ben je aan het doen? Oké, lekker bezig, pik. Is die stress weg? Oh, de stress gaat weg. Oh, mijn god. Dit is lelijk, maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Het idee van de hele jungle cruise is wel echt verkloot nu, maar dat maakt niet uit. Telt dit nu trouwens als een habitat? Ja, dit is nog gewoon nog goedgekeurd. Nice. Nice. We hebben het gedaan, jongens. Oh, ze zijn... Eindelijk niet meer gestrest. Oké, laten we dan nu even checken wat hier aan de hand is. Can't find an accessible staff room space. Oké, maar daar kunnen we iets aan doen door echt een staff room bij te bouwen. Beuken we er hier wel gewoon eentje bij of zo. Hier staat toch die generateur. Zo. Hé, deze generateur is kapot. Oh nee, dit is een watertreatment. Oh, maar die moet niet kapot zijn. Dat is niet goed. Dan wordt het water namelijk smerig. We hebben trouwens weer 2 awards, zie ik. Wat is dat? Oh, we hebben 2 nieuwe dingen. Reduce crimes. Have no crimes for 3 months. Souvenir profits. 500. And release to the wild. Release one of any habitat species to the wild. En daar krijgen we 1000 doekoes voor.
hebben wij iets om te releasen naar de wild? Meestal zitten deze beesten al echt te breeden as fuckers. Kijk, dan kunnen we die denk ik wel releasen to the wild. Send the animal storage. Zolang we kikker 1, 2... Oh damn, er zijn er echt heel veel bij. We moeten in ieder geval kikker 1, 2, 3... Oh, kut. 1, 2, 3 en 4 moeten we behouden. Want dat zijn onze main kikkers. Misschien moeten we die trouwens wel een keer gaan vervangen. Want die zijn echt wel elderly. Misschien moeten we... Even kijken. Welke is elderly? Dat zijn de vrouwtjes. Dus misschien moeten we dan... twee vrouwtjes hierbij laten zitten. En dan de rest kunnen we naar de trade center sturen. Laten we dan... Oh, bij deze valt het wel mee. Daar zit nog niks in. Juan. Ja, prima. Prima, prima. Dan gaan we even naar de animal trading. Release to the wild. Krijgen we dan onze rewards? Nee. Moet het per se een dier zijn? Wat kut. Well. Fuck. Yo, jij bent... Ah, shit. Deze is injured. Dat is niet goed. Waarom? Stress. Ah ja, jullie hadden ook last van stress. Maar daar hebben we nu een oplossing voor op zich. We gaan even alles wat zit van... stress. Dat gaan we even allemaal fixen. Door te upgraden naar Oenerweeglas. Perfect. Ook weer stress gefixt. Krijgen we daar ook geen gezever meer mee. Perfect, perfect. Zijn er nog meer dieren die gestrest zijn? Want we fixen het gewoon allemaal naar One Week Less. Het maakt me echt geen reet uit. Het is alleen wel kapot duur, maar hey, als het werkt, dan werkt het, toch? We hebben niks om te releasen naar de Wild dan op dit moment. Laten we dan even iets gaan zoeken voor onze dingen hier zo. Misschien is een spin wel leuk om erbij te zetten. Alleen die zijn wel duur. Alhoewel, valt wel mee trouwens. Laten we gewoon een mannetje... en een vrouwtje doen. En laten we dan één zo'n deze pakken. Want deze heeft best een hoge rating, zie ik. Dus we hebben dan twee met een zeer grote rating. En niet zo'n hele grote fertility. Dus dat is op zich wel chill. De inspector is er trouwens. Habitat 1. 5 sterren. Nice, nice, nice. Even kijken, we hebben onze beestjes hier. Send to zoo. Die moeten eerst even... die kunnen niet naar de quarantine. Oké, dan gaan ze... niet naar de quarantine. Wat is hier aan de hand? Low welfare. I know. Because die she is not good. Let me fix. Kut, ik had eerst Verona, Brazilian spider. Ik moet eerst research doen natuurlijk. 25 graden, 60%. 25 graden, 60%. Dan zetten we hem op 26. En... 52, is prima. Brazilian Cinnamon Pink. Moeten wij daar ook even research naar doen? Waar staan ze? Daar, dat ga jij doen. Die peacock, daar moeten we misschien ook even onderzoek naar doen. We moeten echt nog wel best wel veel onderzoek doen eigenlijk. Mechanical research. Drink shops kunnen we misschien ook nog wel... bijkopen. En foodshops is misschien ook nog wel een ding. Laten we jou even foodshops fixen. En dan kan jij bezig met... Laten we een Africa team doen. Dat is wel een goed idee eigenlijk. Dan kunnen we dadelijk ook een beetje hier een team gaan maken. Hier hebben we niet echt gethematiseerd. Laten we dat dan in het tweede gedeelte van het park wel doen. Ik twijfel alleen nog steeds, gaan we dat hier maken? Want hier staan wel onze staff facilities allemaal. Ik denk dat we dat gewoon aan die kant verder uit... Ah, kut. Hier staan... We moeten misschien staff facilities gaan verplaatsen. Even kijken. Kunnen we in ieder geval even checken wat mensen vinden? De Indië nog wat. Dus ja, oké. Daar kan ik al niet zoveel aan doen. Where can I get a drink? Oké, mensen die hebben echt wel zin in drankjes. Daar kunnen we op zich iets aan doen. Door even kijken. Guest facilities. Drankjes. Wat is dit? Dit is een gulpy. Gulpy is wel in aantrek, zie ik. Laten we dan een gulpy openen erbij. Ja, laten we dat hier doen. Oh. Laten we daar een gulpy openen. En dan zetten we... Even kijken. Daar staat al een machine. Laten we hier een koffiemachine neerzetten. Kijken of dat ook een beetje aantrekt. Kijk, joh. Kijk, ze gaan. En dan moeten we misschien ook nog even iets van... gift shops openen, want we moeten dus merchandise gaan verkopen. Laten we hier dan gewoon een... Wacht, wat hebben we nog meer? Dit is Looney Balloons, Just a Momento en Hats Fantastic. En dit is wel leuk.
Laten we die hier neerzetten. Dan kunnen we misschien ook iets meer mensen die kant op trekken. Dat is misschien wel een goed idee eigenlijk. En daar doen we dan een Hatch Fantastic in. Dat is wel een goede, denk ik. Ja. En Looney Balloons? Ik denk dat dat wel iets kan worden. Laten we gewoon even in de gaten houden of dat mensen er überhaupt naartoe gaan. En of dat mensen denken, oh dat is leuk. Of denken van, nee dat hoef ik niet.